Ellen, Ellen. Je hebt gelijk. Wat? Ik moet er wat aan doen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ga naar Sylvia. Isa. Isa. Wat? Niet. Ik wil het oplossen. Kom mee. Dit is de eerste stap om het op te lossen. Luister. Als jij naar de directie wil gaan, is je goed recht. Maar zo simpel ligt het niet. Nou ja, zo simpel ligt het wel. Ik bedoel, ik heb een fout gemaakt. Die moet ik... Isa. Luister. In dit ziekenhuis genezen we jaarlijks 20.000 patiënten. We voeren 63.000 operaties uit, 1750 fertiliteitsbehandelingen, waarvan er 900 resulteren in zwangerschappen. Mannen met kanker, die bieden wij de kans om alsnog vader te worden. Ik kan zo wel even doorgaan, maar als jij nu naar de directie gaat, vergooien wij onze hele reputatie. Echt waar. Stellen met een vurige kinderwens, die krijgen niet meer de kans op de allerbeste behandeling, want die is namelijk hier, in dit ziekenhuis. Wij zijn de beste. Denk aan je carrière, Isa. Je vergooit hem. Verspeelt je hele carrière. Je komt nergens meer aan de bak. 2 weken zijn echt zo voorbij. En als de uitslagen binnen zijn en er is iets wat jij moet weten, ben je de eerste die dit hoort. Beloof ik je. Yeah.